neem mijn vlagje. Vanaf die rommel. Sproeiapparaat rommel. Nou. Dikke sproeien. Ben je dan bij de aardappels kijken, joh? Hier aardappelland. Hier hebben we een stukje aardappel. Oh, daar komt er al mooi boven, mag ik zeggen. Goeiedag, we staan nu bij Oude Pekela in het veld. Ja. We zijn hier bij een sproeiaspel, die rolt zichzelf op. Dit is een ander systeem, dus de slang wordt hier niet uitgerold, maar de hele aspel rolt gewoon uit en de slang die blijft op één plek liggen. Die wordt met twee pennen wordt die in de grond geslaan. Dus dan blijft die slang op één plek liggen, zeg maar. Daar wordt hij niet ingetrokken. En dan gaat de slang, de wagen, die wordt uitgerold. En in de wagen, op die wagen, daar zit een versnellingsbak. En die gaat dan, de sproeier zit er dan achter. Maar ik zal de camera wel even draaien. Als dat op dit moment kan. Voor mij kan dat niet. Dus dan maak ik even een nieuwe... Ik kan ook een paar foto's maken. Oh my. Hey mijn Cessna. Ik draai de camera zo even. Ik stap even en dan komt er een nieuw stukje. En oké? Okay? Yo. Tot zo. Daar zijn we weer. Camera gedraaid. We zien een pomp. En zie je wel de slang? Die zit hier met twee pennen in de grond geslaan. En de haspel die rolt helemaal uit. Dus dit is een nieuw systeem. Heb ik zelf nog nooit eerder gezien. Dus, maar we zullen zo even naar een andere locatie gaan. Even kijken, hè. Even wat dichterbij. Ik heb even wat meer laten zien. Yo, tot zo. Ja, daar zijn we weer. Dames en heren. Zie je wel? Een hele andere machine, hè. Ik ga er niet te dichtbij staan, hoor. Nee, dat wil ik niet. Een sproeier die zichzelf oprolt. Deze kan je zelf in een bocht leggen. Dus. Daar stonden we net. Bij die pomp. En deze is zelf in staat om een U-bocht te maken als het nodig mocht zijn.
locatie, hè? We staan nu bij Onstwedde. Die kant is Onstwedde. En bij Nieuw-Holland aan het kijken. Ook weer aan de sproeien. Pomper erbij. Nou, ga je mooi.